dat is natuurlijk nu na het overlijden ook. Ja, het leven gaat door. Ja, het leven gaat door. En we doen echt ons ding gewoon met elkaar. Vooral de sportevenementen die ik nu weer doe. En ik blijf het ook doen met een lach, omdat ik weet dat ze meekijkt, meestraalt. Maar van binnen, ze is er niet meer. En dat is zo'n groot gemis. Ja, dat mis je gewoon. En dat doet pijn. In september vorig jaar overlijdt de zus van Ingrid Roest, Kitty, aan de gevolgen van kanker. Het enorme gevoel van pijn en gemis is nu de drijfveer van Ingrid om mee te doen aan de triathlon van de Daniel Driedaagse. Sander de Kramer zoekt haar op in Krimpen aan de Lek. Ik kan wel zien dat hij een sportliefhebber woont. Ja, klopt, ja. Wat heb je met sport? Sport is een heel groot deel van mijn leven. Het geeft mij ontspanning. Ik heb het nodig. En dat is sport voor mij. Waarom heb je het nodig? Eventjes een moment voor mezelf. Ja, even alles weg, klaar. En ik zie de Vierdaagse. Ja. Wanneer heb je die gelopen? 2018. Wat maakte de Vierdaagse zo bijzonder? Dat mijn zus er nog was. Ja, dat ze dan nog even mee mogen maken dat ik toch die Vierdaagse heb uitgelopen. Ja. Ze was erbij? Nee, ze was er niet bij. Dat mocht niet van me. Ik wilde ze niet naar Nijmegen laten komen omdat ze al zo ziek was. Ik denk dat kost haar zoveel kracht en energie. Dat vind ik eigenlijk, dat moet ze voor de gezin bewaren, niet voor mij. Mm-hmm. Maar door WhatsApp live zijn we samen over de finish gegaan. Wauw. Ja, dat was echt moment. En nu ga je meedoen aan de Daniel Driedaagse. Waarom doe je mee? Sowieso het initiatief vanuit de Daniel Driedaagse om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker vind ik geweldig. En zeker op deze manier dat het 3 dagen is. Het is niet alleen maar lopen of fietsen of zwemmen apart, maar alles gezamenlijk. Dat is een mooie uitdaging. En je gaat zwemmen? Ja, heel goed. Heb je goed gezegd. Heel fijn. Je kijkt er een beetje moeilijk bij. Ja, ik kan ook niet zo heel goed zwemmen. Nee? Nee, niet echt, nee. Anders zorg ik voor zo'n rubber eend. Ja, dat is goed. Doe maar. Ja. Kan je zo naar de overkant? Ja, dan kom ik er wel. Ja. Zullen we een stukje gaan fietsen? Ja, is goed. Ja. Hop. Wat was Kitty voor zus? Een lieve, zorgzame zus. Die altijd aan je dacht. En ook voor iedereen klaar stond. Ja. Niks was te veel. Ja, echt een schat van een vrouw. Wat voor band hadden jullie samen? Wij zijn nooit echt zussen vriendinnen geweest. Maar als er wat was, waren we er altijd voor elkaar. Ja, en we konden altijd op elkaar rekenen. Wat had ze precies? Ze had maagkanker. Uitgezaaid, toen ze erachter kwam, uitgezaaid naar de buik. En uiteindelijk, al heel snel toen we tot ontdekking kwamen dat ze kanker had, ook wel het bericht dat ze niet meer beter zou worden. Maar ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment niet alles meer kon. Nee, maar dat waren pas de laatste dagen. Tot die tijd heeft ze eigenlijk altijd alles zelf geprobeerd, gedaan. En gewoon ook verstopt voor anderen hoe ziek ze ook echt geweest is. Want dat heb ik de laatste dagen pas meegemaakt. Ja. Ik ben ook bij haar geweest tot overlijden. En toen heb ik pas echt gezien hoe ziek ze was. Echt ziek. Hoe was dat voor jou om dat te zien? Verschrikkelijk. Ja, heel erg. Maar het gaf wel het gevoel dat ik iets goeds deed voor haar. En de geruststelling, als we elkaar aankeken. Dat zij het prettig vond dat ik er was. En ook voor haar man. Want daar heb ik echt enorm veel respect voor gekregen. Door die dagen. Hoe ziek zij geweest is en wat haar man dan allemaal in al die maanden voor haar heeft gedaan. Ja. Wat ze dus voor anderen altijd verstopt heeft gehouden. Hoe belangrijk is het voor jou dat je meedoet aan de Daniel Driedaagse? Ik denk dat het gewoon heel goed is dat mensen die, zoals wij, nog kunnen bewegen en sporten. Ja, hoe makkelijk kan je dan geld ophalen? Door een beetje moe te worden dadelijk. En gaan zwemmen terwijl je niet kan zwemmen. Ik vind je een ongelofelijke topper. Echt. Super. Gaat-ie? Ja. Ik zet mijn hoed af voor alle kindjes met kanker. Alle superhelden en alle prinsessen. Want jullie zijn sterker dan jullie denken. Ik zet mijn hoed af voor een van mijn beste vrienden die is genezen van kanker. Ik doe mijn hoed af voor
alle vrouwen met borstkanker. Ik neem mijn hoed af voor alle mensen die strijden tegen kanker. Ik neem mijn hoed af voor Fred van der Meij, die donderdag begraven wordt omdat hij kanker had.